Het jaar 2018 is achter de rug. Wij bevinden ons aan de Duisburglaan op het hoofdkwartier van het Korps Politie Suriname. Major Pinas van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname geeft aan hoe de veiligheid in december 2018 is geweest en wat de vooruitzichten zijn voor 2019. Blijft u afgestemd. Major Pinas, kunt u ons in het kort aangeven hoe het eraan toe is gegaan in de maand december qua veiligheid? Voor wat veiligheid betreft, mevrouw Enig, kan ik u zeggen dat het Korps Politie Suriname in de maand december ervoor heeft gezorgd dat de binnenstad zeker veilig was. En natuurlijk, als we praten over de binnenstad, moet ik gelijk aangeven dat het niet alleen om de binnenstad gaat, maar om geheel Suriname. Want verhoogde surveillance was sprake van verhoogde surveillance. En overal in de binnenstad kon je nog de politie zien. En hebben we ervoor gezorgd dat de informatieverstrekking naar de samenleving up-to-date was. Dus we kunnen overal toch wel zeggen dat de decembermaand 2018 toch wel niet met al te veel calamiteiten is verlopen. Zijn er nieuwe maatregelen die KPS dit jaar ingevoerd heeft? Sowieso zijn er nieuwe maatregelen die vanuit het Korps Politie Suriname zijn ingevoerd voor 2019. En één daarvan is namelijk het introduceren van een appnummer. En dat appnummer wordt gebruikt door de afdeling Digitale Recherche. En dat nummer is speciaal voor mensen die beeldmateriaal hebben over strafbare feiten, gepleegde strafbare feiten. En kunnen ze vanaf dit moment, dus vanaf januari dit jaar, kunnen ze dit materiaal dan doorappen naar de politie. In het verleden hebben we ook gemerkt dat vanuit de samenleving er ook beeldmateriaal en foto's van strafbare feiten werden doorgestuurd naar de politie via de messenger van de Facebookpagina van het Korps Politie Suriname. Ook daar mag nog steeds deze beelden ter beschikking worden gesteld van de politie. Maar het appnummer is heel belangrijk omdat het dan gelijk doorkomt naar de afdeling Digitale Recherche. En die afdeling heeft eigenlijk doet de verwerking van dit materiaal. Dat nummer heb ik sowieso voor me. En dat nummer waarop er geappt kan worden is 8744580. Ik herhaal het, 8744580. En op dit nummer kan je alle beelden wat je vindt van het is nodig voor de politie om een onderzoek te starten in een zaak doorappen naar de politie van een Digitale Recherche. Ook mag ik doorgeven dat het resort centrum, dus eigenlijk regio Paramaribo, ook andere maatregelen heeft getroffen voor januari 2019. En het zal het heel jaar door gelden. Dat men nou zal optreden tegen verkeerd parkeerders. Eigenlijk dit was al een hele tijd gaande hoor. Want normaliter worden de mensen aangesproken door de politie. Vooral de surveillance diensten worden erop gewezen om zodanig hun voertuig te parkeren dat het overig verkeer er geen last van ondervindt. Maar nu gaat er keihard worden opgetreden tegen ze. Want er zijn plekken waar je helemaal niet mag parkeren. Er zijn borden aangegeven. Ik kan u aangeven dat ook bepaalde straten reeds zijn genoemd in het bericht dat door de politie is opgemaakt. En dat is bijvoorbeeld de Henk Aronstraat, de Waterkant, de Keizerstraat tussen de Waterkant en de Domineestraat. En op al deze plekken, ook het Kerkplein, zijn er borden aangebracht. Dus we willen de weggebruikers vragen om op die borden te letten. Omdat bepaalde plekken, inderdaad, mag je dan misschien uiterst links van de weg parkeren. Maar als je erop let dat er ook een bord is aangebracht ter plaatse, daarom dien je de borden te kennen. Als je ziet dat er een bord ter plaatse is aangebracht dat je helemaal die dag daar mag parkeren, dan zal de politie ervoor zorgen dat je voertuig wordt weggesleept. En natuurlijk zijn er boete aan verbonden en je zal dan de boete moeten betalen. Er wordt procesverbaal aangezegd. En je zal de boete dan moeten betalen op een of andere manier. Aansluitend op wat ik al heb gezegd, denk ik dat het ook goed is om door te geven wat de boetes zijn allemaal. En ik kan u zeggen dat, dat er is aangegeven dat de
verschillende overtredingen waarop er wordt gelet, is namelijk het parkeren binnen 12 meter van een parkeerhaven of parkeervakken. En voor een auto is de boete 100 SRD, voor een bromfiets 50 SRD. Want meestal denken de bromfietsers dat ze overal mogen parkeren en mogen doen wat ze willen, maar dat is ook niet het geval. Ieder die op de openbare weg komt, dient zich te houden aan regels. Een ander punt waarop een andere overtreding waarop er wordt gelet, is parkeren bij een wachtverbodsbord. Is net als wat ik al zei, dat bord moet je moeten letten op de verkeersborden. En ook daarvoor is de boete 100 SRD voor de auto en 50 SRD voor de bromfietser. Parkeren binnen 6 meter van een verkeersheuvel, parkeren binnen 3 meter voor een sorteervak, parkeer binnen 12 meter van een bushalte, dus ook daarop dienen ze te letten. En bijna al die boetes wat ik heb opgenoemd variëren tussen de 75 SRD, tussen de 50 SRD en de 100 SRD voor zowel bromfietsers als andere voertuigen. Dus als men rekening daarmee houdt, dan denken we dat we een veilig verkeer, vooral in de binnenstad, kunnen tegemoet zien. Wordt het vanaf dit jaar? Deze verhoogde surveillance, of deze maatregel beter gezegd, is al sinds maandag 7 januari ingegaan. U gaf daarnet een appnummer door van de digitale recherche, waarop men kan appen naar de digitale recherche. Maar is het ook zo, voor zij die het nummer zijn vergeten, dat er een verkort nummer is waarop zij kunnen appen of bellen naar de politie? Ons verkort nummer is nog steeds 115 en dat nummer werkt nog steeds. Alleen zijn ze dan nu ondergebracht op een andere locatie en onder een andere naam, dat is het Comment Center. Maar dat nummer werkt nog steeds en mocht het zijn dat men dat nummer is vergeten, mag men ervoor zorgen dat ze gewoon op de website van de politie gaat, www.politie.sr, dan kunnen ze dat nummer terugvinden. We hebben het gewoon in de titel van dat bericht geplaatst. En ook mogen ze via onze messenger, via die Facebookpagina van het Korps Politie Suriname, nog steeds hun vragen en hun beeldmateriaal en alles doorsturen naar de politie. Majoor Pinas, wat zijn de vooruitzichten voor het Korps Politie Suriname voor dit jaar? De vooruitzichten van het Korps Politie Suriname staat altijd centraal en dat is criminaliteitsbestrijding. Wij zijn er om ervoor te zorgen dat de Surinamer zich altijd veilig voelt. En daarvoor gaan we nog steeds. Met alle middelen die we hebben, zullen we altijd blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de samenleving zich veilig voelt. Ik mag ook gelijk doorgeven dat een van de vooruitzichten waarmee de politie zich heeft beziggehouden vanaf 15 december 2018, dat de afdeling Automatische Nummerregistratiesysteem, het ANRS, dat is een afdeling waar deze collega's van het Korps Politie Suriname ervoor zorgen dat de verkeersvonnissen worden uitgevoerd en dat wil zeggen de mensen die een boete op hun naam hebben staan en gevonden zijn door de verkeersrechter, dan zo'n boete moeten betalen. En dit werd al gedaan, maar de laatste tijden vanaf 15 december is er een nieuwe methode ingevoerd en de methode is namelijk dat er ook op de luchthaven, op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven, de collega's ook daar ter plaatse gaan. En ieder die ook daar op die dag vertrekt en een verkeersvonnis op hun naam hebben staan, staande houden. En dan dienen ze dan ter plaatse hun boete te betalen of kunnen ze niet verder reizen. Maar aan de andere kant heb je ook degene die binnenkomen. En voor die is er een andere maatregel getroffen. Had je een verkeersvonnis op je naam staan en je was weg en je komt terug, word je in de gelegenheid gesteld om dat binnen 3 dagen te betalen. Maar ik mag u ook zeggen dat de samenleving heel goed inspeelt op deze maatregel. Want de collega's hebben ons doorgegeven van Public Relations doorgegeven dat er vanaf de bekendmaking de deur is uitgegaan, er passagiers zijn die vooraf op de afdeling ANRS te laten doorgaan om te checken of ze een vonnis op hun naam hebben staan. En ik mag u wel doorgeven dat vanaf toen er is gebleken dat deze mensen die wel een vonnis hebben op Latour hun boete hebben betaald, alvorens ze zich hebben aangemeld op Sanderij. Of meer beter gezegd op de
luchthaven. En vanaf 15 december tot en met heden zijn er 27 passagiers staande gehouden die wel een verkeersvonnis op hun naam hadden staan. En ze hebben het allemaal betaald zonder enige moeite. Alleen omdat ze verder wilden gaan met hun reis. Het jaar 2019 is al een paar dagen oud. Wat is uw boodschap naar de totale samenleving als het gaat om veiligheid en criminaliteit? Criminaliteitsbestrijding, mevrouw Enig, is dat wij allemaal in de hand hebben. Niet alleen de politie. Als de samenleving weet wat ze allemaal moeten doen, weet ik zeker dat ze al een handje meehelpen aan de politie om dit werk helemaal onder controle te hebben. En ik mag dan de samenleving doorgeven dat wij er altijd klaarstaan om te zorgen voor de veiligheid. Maar uw veiligheid heeft u zelf in de hand. Zorg er altijd voor dat uw huis dicht is, dat u alert bent, dat u let op uw buren, en dat de sociale controle altijd aanwezig is. Want de crimineel neemt altijd zijn kans.